VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof. Goedenavond en welkom bij VVV-TV. We blikken vandaag terug op de overwinning op de Graafschap van afgelopen vrijdag. Een zege die goed was voor plaatsing voor de play-offs. En dus was de opluchting en blijdschap groot in Venlo. Ook bij trainer Rick Kruis. Die is enorm. Opgelucht inderdaad, omdat je natuurlijk al weken tegenaan hikt. Ja, en nu eindelijk zover. Ik wil even gelijk naar het moment toe dat je die winnende maakt en dat je weet, we zijn veilig. Wat gebeurde er in jouw hoofd op dat moment? Ja, enorme ontlading natuurlijk. Ook omdat het de winnende was en we eindelijk weer thuis winnen. Ook omdat ik vond dat we een goede tweede helft speelden met veel kansen. Ook omdat ik vond dat de wissels weer extra verschil maakten in de wedstrijd. Ja, alles kwam een beetje samen. Hoe heb je naar je ploeg gekeken gedurende de hele wedstrijd? Eerste helft redelijk voetballend. Hè. Ik denk in de eindfase niet effectief genoeg. Hè. Aantal voorzetten waar we er niet helemaal goed bij zaten. Aantal momenten die we lieten liggen om een kans te creëren. Tweede helft een stuk beter. Begon natuurlijk al met die actie van Sven die teruglegt op Soelie. Ja, en daarna hebben we de tweede helft denk ik gewoon heel veel kansen gehad. Uit voetbal, uit spelervattingen, uit counters. Dus ja, daar was ik wel tevreden op. Dan is het wel lekker dat je zoveel spelers hebt op de bank die het verschil kunnen maken als je ze inbrengt. Hè? Tuurlijk. We wisten natuurlijk dat de Graafschap op een gegeven moment zou moeten komen op het moment dat ze niet voor zouden staan. Nou ja, dan heb je een enorm wapen met Nick Venema achter de hand natuurlijk. Ja, die maakte dat wel waar natuurlijk. Is dat ook een van de redenen dat Nick de laatste tijd vaak te bang begint? Omdat je weet dat je hem kunt brengen als een heel gevaarlijk wapen nog? Ja, omdat als er een beetje ruimte valt is hij natuurlijk bloedgevaarlijk. Het is niet altijd leuk voor hem, dat begrijp ik ook. Maar we hebben ervoor gekozen om met één diepe spits te spelen. Dat kan natuurlijk ook met twee. Maar ik denk dat het voor het elftal beter is om daar één iemand neer te zetten. Ja, Nick heeft gewoon een enorm wapen als is een enorm wapen voor ons als hij vanaf die bank komt. Ja, dat bewees hij afgelopen vrijdag weer. Tegen de Graafschap speelde Robin Lathouwers als rechtsback. Hoe heeft hij de avond beleefd? Ja, hele mooie avond. Natuurlijk play-offs ga je spelen. En dan zo met die fans naar de wedstrijd. Even met elkaar vieren is altijd wel even iets speciaals, denk ik. Uiteindelijk is het heel lang gelijk. Uiteindelijk win je hem nog. Een gelijkspel was genoeg geweest voor de play-offs al, maar je wint dan in de laatste minuut. Kun je eens omschrijven wat er dan loskomt in de groep? Ik weet niet of iedereen in het veld wist of een gelijkspel genoeg was. Want zo zag het er niet uit. Maar zeker die laatste goal, dan is het natuurlijk gewoon, ja, dan staat het vast. En dan is het natuurlijk, ja, wij sprongen allemaal van de bank af om mee te vieren. En ik krijg een hele sfeer die over de groep heen komt. Dat is heel mooi. Hoe ging het in jouw hoofd daarna de rest van de avond? Want ik weet dat je altijd gelijk bezig bent met je team analyseren en met de volgende wedstrijd. Ja. Heb je nu wel kunnen genieten of was je al gelijk bezig weer met die play-offs? Nou, ik heb wel genoten, maar je doet natuurlijk je interviews na afloop. Dan komt er een hele hoop op je af. Toen zijn we nog even naar het supporterscafé geweest. Ja, en dan wordt het al vrij snel laat en toen ben ik op tijd naar huis gegaan eigenlijk. Voor Lathouwers was het een extra mooie avond, aangezien hij met het maken van de 1-0 een belangrijk aandeel had in de overwinning. Ja, zeker weten. Ja. Helemaal, het staat natuurlijk 0-0 afgelopen weken een beetje wat minder geweest in het resultaat. Om dan in eigen huis dan zo de 1-0, even de ontlading, ja, is toch mooi. Was het een bewustie? Want misschien hadden de supporters op dat moment eerder een voorzet verwacht. Nee, het was wel echt een bewustie. Ik heb nu echt van veel mensen hebben gezegd ja, voorzet, maar nee. Gewoon, toen ik terugkeek, zag ik wel dat ik iets meer aan de buitenkant stond. Ik dacht dat ik wat meer in de as stond. Maar ik keek even 1 seconde voor de voorzet en toen was het gewoon, gewoon doen. Bal ligt vrij, gewoon doen. Mede dankzij het doelpunt van Lathouwers zijn de play-offs dus binnen. Maar dat betekent niet dat VVV het vrijdag op bezoek bij Jong Utrecht rustiger aan gaat doen. Ja, gewoon volle bak. Kijk, je moet niet denken van we hebben nu play-offs, even een wedstrijdje uitzitten en dan gaan we daarna knallen. Het is gewoon met een goed gevoel die play-offs ingaan. Mm. En we kunnen ook nog stijgen op de ranglijst. Dus wij gaan zeker heel scherp die wedstrijd in. Wat moet er nog gebeuren binnen jouw ploeg om klaar te zijn voor die play-offs en om daar iets te kunnen betekenen? Ik denk gewoon simpele afstemming in het aanvallen en het verdedigen kan nog beter. We kunnen nog effectiever zijn in het benutten van onze kansen.
Eigenlijk op een hele hoop punten kunnen we wel kleine plusjes zetten. We gaan de komende dagen goed kijken hoe we dat gaan invullen. Eerst beginnen we natuurlijk vrijdag tegen Jong Utrecht, waar we er alles aan gaan doen om plek 5 te pakken. Dat ligt niet helemaal in onze eigen hand, maar als we winnen weten we dat we een goede kans maken. Ja, en dan gaan we weer plan de campagne maken voor de aankomende tegenstander. Want je hebt nu eindelijk weer gewonnen aan een mindere reeks. Ben je dan misschien nu net op tijd weer precies in vorm dadelijk voor die play-offs? Laten we het hopen. Hè? Maar dat kan alleen als je deze wedstrijd ook weer op een goede manier aanvliegt en op een goede manier speelt. We hebben het al gehad over de wedstrijd Helmond. Die vond ik bij gedeeltes ook heel behoorlijk. Geeft het later in de wedstrijd weg. Tweede helft tegen Jong Ajax was ook een stuk beter natuurlijk. Dus je ziet ons langzaam wel stappen maken. Ja, en hopelijk zijn we in de play-offs op ons best. We sluiten deze uitzending af met een terugblik op de zege van afgelopen vrijdag. Kijk mee en geniet van de beelden. En laten we vooral hopen dat we in de play-offs opnieuw van dit soort mooie avonden kunnen beleven in de Kool. Dit was de laatste reguliere uitzending van VVV TV van dit seizoen. Bedankt voor het kijken in het afgelopen jaar. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof. De Kool. De club. De kleuren. Wij zijn VVV. Wij zijn Venlo. Dit seizoen was een jaar met ups en downs. Een seizoen met te veel downs in eigen huis. Maar jullie bleven ons altijd steunen. En samen met jullie kunnen wij iedereen aan. Want VVV vecht zich altijd terug. Een jaar lang hebben we samen met jullie gevochten voor de play-offs. Eindelijk weer een thuiszegen voor VVV. En nu is het moment daar. Hebben jullie steun keihard nodig. We gaan alles geven voor de club, voor de stad en voor jullie. Samen trekken we ten strijde en samen hebben we maar één plan. Elke wedstrijd winnen.